Ilse Klein-Bussink, 22 jaar oud en geboren en getogen in het supertof Deventer. In 2012 ben ik begonnen met de opleiding Kunst en Techniek. Ik heb gekozen voor deze opleiding omdat het een veelzijdige studie is met veel praktijk. Na een half jaar studievertraging en dus iets later dan gepland, ben ik dan begonnen met mijn stage bij TV Enschede. TV Enschede FM is dé publieke lokale omroep van Enschede en is in heel Twente te ontvangen. Ze brengen elke dag actueel nieuws uit Enschede via radio, televisie en internet. Ze maken veel uiteenlopende programma's die te maken hebben met muziek, human interest, cultuur, sport en informatie. TV Enschede FM is al 2 keer uitgeroepen tot de beste lokale omroep van Nederland en dit jaar zijn ze weer genomineerd. Sinds ongeveer een half jaar werken TV Enschede FM en Tubantia ook samen in de Newsroom. Hier zitten beide nieuwsredacties bij elkaar om samen te werken aan dagelijkse krant, radio en televisieuitzendingen. Maar ja, wat doe ik nou eigenlijk allemaal? De dag begint om 9 uur, dus let's go! En eerst beginnen we met een bakje koffie. Om 9:30 komen de nieuws- en de beeldredactie samen om het nieuws van de dag door te nemen. De nieuwsredactie bereidt alle eindjes voor wat 's avonds in het nieuws komt. Ik zit zelf bij de beeldredactie en na de vergadering worden hier alle items verdeeld. Elke dag zitten er vaak 2 reportages in het nieuws, dus ja, ik heb al heel wat reportages gemaakt. Maar hoe komt eigenlijk een reportage tot stand? Cassie die de nieuwsredactie voor je heeft gemaakt en dan zorg je ervoor dat je alle camera-spullen hebt. Voordat je gaat, controleer je nog een keer of je alles hebt en dan ga je met z'n tweeën op pad. Je bent of de cameraman of de interviewer, dat wisselt per item. Ik zei al eerder, ik heb al aardig wat reportages gemaakt, dus nou ja, laten we maar eens gaan kijken wat ik heb gemaakt. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Foxpopje, dat betekent de stem van het volk. En dan vragen we de bewoners van Enschede om hun mening. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Als laatste voor het nieuws wordt de presentatietekst opgenomen. Dit gebeurt voor het greenscreen, waar later de studio in gemonteerd wordt. Als alles op zijn plek staat, zijn we klaar om te renderen. En dat is dan 's avonds te zien op de televisie. Naast het nieuws heb ik ook geholpen met veel andere projecten. Aan zou spreken bij een omroep. Ik wist aan het begin totaal niet wie wat deed en nu heb ik daar wel beter zicht op. Maar ik denk niet dat je TV Enschede kan vergelijken met een omroep uit Hilversum. TV Enschede is natuurlijk een veel kleiner bedrijf. Wat ik tijdens mijn stage wel fijn vond, want dan kon ik kijken wat ik echt leuk vond. Je hebt natuurlijk in een groot bedrijf iemand die alles filmt en iemand die alles monteert. Hier doe je dat allemaal zelf.
Maar juist die diversiteit vond ik erg leuk. Ik heb nog steeds geen idee wat me echt aanspreekt. Alles wel, als het maar gezellig is. En dat was het zeker. About this place. You really think I could be replaced?